Iets doen aan duurzaamheid dat ook nog eens zorgt voor vermindering van kinderarbeid. Op basisschool De Terebint in Wamel is groep 7 en 8 momenteel volop bezig met de e-waste race van de Afrik Rivierenland. De leerlingen verzamelen oude en kapotte apparaten die gerecycled kunnen worden. De klas die de e-waste race wint, mag een dagje naar Museum Nemo in Amsterdam. Thijs, wat mogen ze allemaal inleveren? Heel veel elektrische apparaten, maar dan niet zonder accu of batterijen, want dat is met brandgevaar. En wat gooi jij er nu in? Ik gooi twee koptelefoons in en nog een strijkijzer. We vinden het heel belangrijk om de kinderen bewust te maken van de consumptiemaatschappij waar we in leven. Daarom hebben we besloten om met de e-waste race mee te doen. En kinderen zo inzicht te geven in wat is een consumptiemaatschappij. Wat kunnen wij daaraan doen? Hoe kunnen wij helpen? Hoe kunnen we andere mensen bewust daarvan maken? En wat betekent het voor de landen in de wereld om ons heen? En met name, zoals jullie al zagen, de kinderarbeid waar ze toch wel heel erg van schrokken. Jullie hier gaan zo dadelijk een poster maken. Waarom gaan jullie een poster maken? Eigenlijk om iedereen te laten weten dat wij meedoen met de e-waste race. En dat we heel graag goed voor de wereld willen zorgen. En dat mensen niet zoveel apparaten meer gaan weggooien. Want we willen stoppen dat Wat wil je stoppen? Dat kinderen niet in mijnen werken. Want van alle stoffen krijgen ze giftige stoffen. En dan kunnen ze heel veel nierenpijn krijgen en zo. Dus wij willen apparaten inleveren die kapot zijn om ze te laten maken. En opnieuw te laten verkopen. En dan hoeven die kinderen dus niet meer de mijnen in? Ja, dat willen we wel ophalen. De kinderen proberen om heel Wamel erbij te betrekken. Nou, niet alleen Wamel. We gaan ook richting Beneden Leeuwen, richting Dreumel. We gaan naar de winkels, we gaan naar het gemeentehuis, naar de bibliotheek. Kinderen zijn nu druk bezig om posters te maken. Om de mensen, om aandacht te vragen voor ons project. En de mensen te vragen om ons te helpen om zoveel mogelijk spullen te verzamelen.